U kijkt weer naar Actueel, met deze week aandacht voor de nieuwjaarsreceptie in Hanningsveld-Giessendam. Maar we beginnen eerst met het korte nieuws. Liefst 5 vrijdagen lang zal er in de maand januari wat te beleven zijn op zowel Merwe Radio als Merwe TV. Afgelopen vrijdag ging goed van start met de nieuwjaarsreceptie van de gezamenlijke shockteams. Ja, het druppelt hier binnen zo op het begin van 2014. Het is nou 2 of 3 januari, ja, wat dat betreft, tijd vliegt voorbij, dus in die zin... Het gaat allemaal door, Red. Het gaat gelukkig allemaal door, dus... De komende tijd kunt u via Merwe TV een serie volgen die in het teken staat van de vrijdagavond. In ieder geval sowieso even alle luisteraars een fijn en gezond 2014 toegewenst. En ja, ik hoop dat het jaar voor iedereen wat fijns en wat moois met zich mee gaat brengen. En in alle opzichten goed 2014 geweest. Ja. Traditioneel vond ook in Hardingsveld-Giessendam de nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. Kijkt u mee naar de toespraak van burgemeester Blazen. Ik denk dat het een goed moment is nu, net zo in het nieuwe jaar, om niet alleen vooruit te kijken, ook een beetje terug te blikken, om te bezien wat er in onze gemeente aan belangrijke ontwikkelingen gebeurt en gebeurd is, staat te gebeuren. Er komt ook een overzicht van het, zoals het heet, het collegeprogramma, 4 jaar geleden vastgesteld. En daarmee als richtlijn voor het gemeentebestuur om de afgelopen periode... zijn eigen prestaties aan te meten en daarmee te richten. En binnenkort zal het ook aan u gepresenteerd worden om te laten zien wat gaat er nou goed en wat kan er beter. En dat gaat dan met stoplichten, weet u wel, van groen en oranje en rood, zodat u goed kunt zien hoe er gepresteerd is. Maar toch even in vogelvlucht wil ik wat dingen noemen. En ik zag al een aantal ook in de beelden voorbij komen. Niet zozeer deze, maar wel het beeld van de morgenslag, wat ik gezien heb in de portefeuille van wethouder De Jong. Ik heb het geprobeerd even wat te verdelen over het collegiale bestuur wat we met elkaar uitvoeren. Maar in dit geval is het over de morgenslag, de nieuwe buurt, de nieuwe wijk, hoe zouden we het willen noemen, waar in 2013 alles in de stijgers is gezet. De kavels in de verkoop zijn gebracht en succesvol. Overigens geen bezwaren van de omwonenden. Dat betekent ook, dat is ook zo, omdat die buurt echt, die potentiële buurt met de omwonenden is bedacht en is uitgetekend. Een van de manieren waarop we proberen ook met die samenleving samen te besturen. Geldt ook voor de economische visie, waar ook wethouder De Jong werk aan gedaan heeft. In dit geval samen met de ondernemers vanuit ons dorp. Natuurlijk om het vestigingsklimaat voor ondernemers goed te houden, nog beter te maken. Als het gaat om bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Zaken die in die visie aan de orde zijn en die binnenkort ook met de gemeenteraad besproken zullen worden. Maar daar wil ik nog even uitlichten dat in het afgelopen jaar de gemeente Hardingsveld-Giessendam ook zomaar tweede geworden is van de hele regio Rijnmond. En dat zijn toch tussen de 30 en 40 gemeenten die gecheckt zijn op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Dus onze eigen ondernemers hebben die waardering uitgesproken waardoor we op die tweede plaats konden komen. In het verlengde, nu we het toch over ondernemers hebben, heeft wethouder Boerman samen met de provincie, Kamer van Koophandel, de bedrijven en de gemeente gezorgd voor de revitalisering van het bedrijventerrein De Peulen en heeft dat bijgedragen aan het ondernemersklimaat van onze gemeente. En dat is natuurlijk heel belangrijk, juist in een tijd waarin we weten dat ondernemingen, ondernemers, werkgevers hun werk moeten kunnen blijven doen, omdat het soms ook financieel, economisch wat tegenzit. Over het financiële, ook wethouder Boerman heeft met de raad gesproken over een financieringsvisie. Nadat er een forse bezuinigingsopgave door de gemeente gerealiseerd is, van oplopend bijna tegen de miljoen, is er nu ook de basis om die financiële situatie stabiel te houden, de financiële sturing modern, op een moderne leest te schoeien en ook te zorgen dat er geen extreme schuldenontwikkeling bij onze gemeente plaatsvindt. Dan even het bruggetje naar de portefeuille van wethouder Kraaienveld. Ik zag een paar keer ook, ja, daar is hij op de foto met het onderwijs. Dit was niet de opening volgens mij van het Koningin Wilhelmina School, maar dat is toch wel een heugelijk feit die we willen noemen. Omdat die school ook inclusief peuterspeelzaal en een openbaar schoolplein ook gerealiseerd is en daarmee ook bijdraagt aan de sociale infrastructuur, de educatieve infrastructuur voor onze jeugd en onze inwoners.
Wethouder Kraaienveld is ook met het sociale domein heel actief. U weet dat de Rijksoverheid besloten heeft om een aantal taken in het sociale domein niet meer in de rijksverantwoordelijkheid of bij de provinciale verantwoordelijkheid te houden, maar over te dragen aan de gemeente. Dat betekent een enorme verandering als het gaat om delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dat gaat over naar de WMO, als het gaat om jeugdzorg, maar ook wat dan heet de participatiewet rondom werk. En wat wel eens de mensen die moeilijk aan het werk kunnen, sociale werkvoorziening, dat alles wordt in de stijgers gezet om tot de totale gemeenteverantwoordelijkheid te gaan behoren. In 2013 is dat gebeurd en in 2014 zullen we meer stappen moeten zetten om in 2015 die verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. Nou, in mijn eigen portefeuille wil ik wijzen op het beleidsplan Integrale Veiligheid. Voor het eerst is dat een gemeentelijk, een wettelijke plicht om door de gemeenteraad te laten plaatsvinden. We hebben erover gesproken met Savanda, met Omnivera, met partners, om te zorgen dat iedereen vanuit zijn eigen invalshoek aan die veiligheid kan bijdragen, politie natuurlijk. En in dit licht wil ik zeker ook wijzen op wat in Hardingsveld Giessendam toch uniek is, de buurttoezicht zoals het hier georganiseerd is, de enorme hoeveelheid vrijwilligers inzet. En ik weet u zeker dat er een andere gemeente is waar ik af en toe ben, die daar met jaloezie naar kijkt. En ik ga op die nieuwjaarsreceptie daar de vrijwilligers oproepen om net zo goed buurttoezicht te organiseren zoals dat hier in Hardingsveld al draait en loopt. Een tweede punt waar ik niet omheen kan om te benoemen uit de portefeuille die ik hier mag voeren, is natuurlijk de bestuurlijke situatie, de bestuurlijke toekomst zoals dat heet. Intensief mee gesproken in deze raad met u allen, met ondernemers, met maatschappelijke partners en onze inwoners. Wat is nou de positie van Hardingsveld nu en morgen? En hoe zorgen we dat de kracht van deze gemeente, waar de sociale kracht, maar ook de economische kracht, hoe die het best bediend kan worden? Nu is het zo dat vanuit die positiebepaling ook de commissie Schutte nu actief is. Dat is een commissie die uit wijze, zoals dat heet, mensen bestaat. In ieder geval mensen met bestuurlijke ervaring. En die zullen de gemeente in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden adviseren over wat in hun ogen de beste manier is om bestuurlijk de samenwerking of de inrichting in dit gebied vorm te geven. We verwachten hun uitkomsten in februari. Dus dat betekent dat ook het komend jaar u ongetwijfeld nog van gedachten met ons zult kunnen wisselen over de adviezen die die commissie geeft. Daarmee verbind ik eigenlijk ook met hoe Hardingsveld Giessendam niet alleen in de regio, maar in het hele land zich positioneert. Want die ontwikkelingen die ik noemde over de decentralisaties in het sociale veld, maar ook de financiële krapte, de gedachte van bijvoorbeeld de minister en het kabinet dat mogelijk opschaling van gemeenten een antwoord zou kunnen zijn voor een aantal vraagstukken waar best wel iets op af te dingen is. Ook deze gemeente heeft gezegd dat eigenlijk primair de wortels in de zelfstandigheid gezocht zouden moeten worden. Maar dat betekent wel dat je zou moeten willen samenwerken. Dat zijn trends die je in het hele land ziet. Ik wou ook teruggrijpen eigenlijk op de kersttoespraak die onze koning heeft gehouden, waarin hij toch in mijn ogen echt ook geraakt heeft aan een aantal essentiële ontwikkelingen die bijvoorbeeld te maken hebben met die economische situatie, met de werkloosheid die soms diep in gezinnen kan doordringen. We hebben recent ook gehoord dat deze regio, dat de werkloosheid aan onze regio niet voorbij gaat. Dat wisten we natuurlijk al. We merken dat bij onze werkbezoeken ook. Veel innovatie onder ondernemers, maar ook tegenslagen die tot in de gezinnen en tot in de huishoudportemonnee behoorlijk door kunnen dringen. Ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan en zeker te weten dat ook voor onze jeugd dat we een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Ook in samenspraak met de ondernemers, met ook de mensen trouwens van de sociale dienst die jeugd om kunnen helpen om te reactiveren. Want het deelnemen in die samenleving met betaald werk is ook voor de jeugd enorm belangrijk. En zeker als de economie nou weer wat gaat aantrekken, is het belangrijk denk ik dat we zorgen dat er niet een verloren generatie is geweest van die jongelui die de afgelopen jaren op dat punt langs de zijlijn hebben moeten staan. Positief is denk ik, misschien is het relatief positief, maar toch goed dat die loonstrookjes er blijkbaar deze maand wat gunstiger gaan uitzien. Maar nog veel belangrijker vind ik dat de lessen die in die economische situatie geleerd zijn, dat we die betrekken naar morgen. En dan heb ik het over dat je ziet dat mensen over hun bezit meer geneigd zijn om het te delen of te ruilen of tot hergebruik te komen. We hebben hier ook maatschappelijke initiatieven gezien in onze eigen samenleving. Gooi iets niet weg als het kapot is, maar repareer het. En ik denk dat punt van duurzaamheid, ik hoorde ook delen is het nieuwe hebben, als motto
En dat zijn toch lessen, denk ik, die we vanuit de economische malaise, of nou ja, relatieve malaise, meenemen. En ik hoop dat de economie die aantrekt, dat dat niet op nieuwe luchtbellen gebaseerd is, maar dat het de economie is die reëel is, die bijdraagt aan duurzaamheid en ook zijn wortels heeft in de lokale en de regionale samenleving. Over die lokale wortels gesproken, is het denk ik goed om te benoemen dat we binnenkort met elkaar die lokale wortels ook weer tot uiting brengen tijdens de verkiezingen. In de maand maart gaan we naar de stembus. Democratie is alleen meer dan verkiezingen. Dus staat u mij toe dat ik, voordat ik op de verkiezingen zelf wat zeg, dat ik probeer te verwoorden dat democratie, ook voor het bestuur wat wij zijn, betekent dat je niet eens in de 4 jaar verantwoording aflegt aan de kiezers, maar ook tussentijds contact zoekt met verantwoordelijke en betrokken burgers. Dat je aandacht hebt voor de relatie tussen bestuur en burgers, elke dag opnieuw. Dat je op die manier elkaar opzoekt, investeert in de relaties in wijken, in buurten, met maatschappelijke partners. Dat je ook nadenkt over het toedelen van verantwoordelijkheden. Niet alles hoeft vanuit het gemeentehuis geregeld te worden. Mensen, individuen, scholen, wijken zijn heel goed in staat om in hun eigen buurt ook verantwoordelijkheid te nemen. We zien dat ook aan de vele inzet van vrijwilligers. En je mag van onze gemeente verwachten dat we daarop inspelen. Dat geldt ook voor de politieke partijen, dat die relaties zoeken met de inwoners. Zich laten opzoeken, actief zijn, niet alleen in dit huis, maar ook in de samenleving, om zichtbaar te zijn en op te snuiven, als het ware, wat de gedachten en gevoelens zijn van de inwoners van onze gemeente. Ik denk dat het goed is om te weten dat we hier steeds en voortdurend in moeten investeren. En als je dat doet, dat zich dat dan ook terugbetaalt op het moment dat er verkiezingen zijn, omdat dan die betrokkenheid ook wederkerig is. Kortom, het is goed dat u allen in maart naar de stembus gaat en daar met overtuiging uw stem uitbrengt, afweegt waar u uw stemmen wilt geven, maar laat u vooral ook tussentijds zien en horen. En ik vind dat u dat ook van de gemeenteraad en van het bestuur en zeker van deze burgemeester ook mag verwachten. Als we het dan over relatie en vertrouwen hebben, dan komen we iets meer in het persoonlijke domein. Daar zou ik ook nog wat woorden over willen spreken. Niet in het minst omdat ik wil stilstaan bij het overlijden van de voormalige wethouder, heel recent nog, Gijsbert van Brenk, 68 geworden. Een aantal van u heeft hem zeker van nabij gekend. En ik denk dat het goed is om ook dit te memoreren op dit moment. Maar meer nog wil ik ingaan op die thema's van relatie en vertrouwen. Omdat die wat mij betreft niet alleen van waarde zijn voor het gemeentebestuur en voor het contact tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners. Maar ook voor uzelf. In de familie, gezin, tussen collega's, zoals ik zei, in de buurt. Want vertrouwen, relaties opbouwen, gebeurt in de wereld dichtbij. Dicht bij uzelf. En die raakt zelfs aan de wereld in uzelf. En het is mijn overtuiging dat daar de basis ligt voor ons functioneren, voor het welbevinden, maar ook voor het zelfvertrouwen, voor de doelen die u zich stelt, die wij ons stellen, en ook voor de zingeving die u ervaart. Het zijn ook dat soort begrippen die ik bedoel als ik u een voorspoedig 2014 wens. Gezondheid, genegenheid, zelfvertrouwen, inzet, zingeving. Namens het gemeentebestuur wens ik u een voorspoedig 2014. Dank u wel. Na afloop vroegen we het publiek wat zij de inwoners van het dorp zouden toewensen. Ja, uiteraard een bovenal gezond 2014. Nou, in ieder geval een heel gezond en veilig 2014. En ik moest ook zeggen dat het me erg aansprak over de economische situatie. Wat de burgemeester vertelde, dat ook werkloosheid in gezinnen best wel impact heeft. En ik hoop echt dat dat blijkt in het nieuwe jaar, dat ook hier in de omgeving jongeren die op zoek zijn naar werk ook een plekje kunnen vinden om, in de maatschappij. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Nou, ik vind eigenlijk de woorden van meneer Blaas wel heel sterk. Een stukje gezondheid, een stukje plezier in het leven, maar ook een beetje naar elkaar omkijken. En dat allemaal wat vanzelfsprekender wordt dan heel veel mensen denken. Ja, en ook heel veel geluk en gewoon een heel mooi jaar met elkaar. Ik denk dat we het vooral met elkaar moeten gaan doen de komende tijd. Dus
ik hoop dat dat goed zal komen in 2014. Ik wens ze vooral een jaar met een hele hoge opkomst op. Dat heel veel mensen hun democratisch recht gaan gebruiken. Want ze leven in tijden dat het juist belangrijker is om je democratisch recht op te pakken. Wat ik mooi vond was dat collega Blazen, of burgemeester Blazen, zei dat verantwoording iets is van doorzetten. Ik heb iets vergelijkbaars gezegd en ik wens ook veel burgerbetrokkenheid of bewonersbetrokkenheid van de politiek bij de bewoners, maar ook de bewoners bij de politiek. Want het gaat uiteindelijk over het welzijn van alle Hardingsvelders. Dus dat wens ik ze van harte toe. Ja, heel veel goeds. En God zegen voor het nieuwe jaar. Nou ja, ik wens de inwoners van Hardingsveld Griesendam natuurlijk al het beste. En vanuit mijn rol als communicatiemedewerker ben ik natuurlijk vooral erg benieuwd naar de verkiezingen in maart. Wat dat gaat brengen voor ons. Het belangrijkste wat ik de inwoners wil toewensen is veel gezondheid. Gezondheid is het belangrijkste wat er is. Als je gezondheid hebt, dan volgt de rest ook wel. En geprobeerd mensen dat ze werk kunnen houden. Want dat is ook het belangrijkste. Gezondheid en werk. Dat is momenteel het belangrijkste wat er eigenlijk is. Ik vind als inwoner van Hardingsveld wens ik de mensen toe verdraagzaamheid en elkaar iets gunnen. En verder eigenlijk weinig, want daar heb je de basis gelegd voor een goede samenleving. En vooral in 19 maart met z'n allen naar de stembus. Heel belangrijk.